Ja, we lachen er nu een beetje om. Wat voor impact heeft het als nu de scholen 5 weken dichtgaan voor deze kinderen? Ja, best wel veel, denk ik. Kijk, 2 weken zou natuurlijk normaal al vakantie zijn. Maar goed, het is toch 3 weken dat je de scholen dichtgooit. En dat heeft voor sommige kinderen echt wel heel veel impact. Zeker kinderen die bijvoorbeeld thuis niet een veilige plek hebben of onvoldoende ruimte om hun werk te kunnen doen. Niet iedereen heeft een goede internetverbinding. En dat, of een laptop. Of een laptop überhaupt, inderdaad. Die kinderen hebben nu al een achterstand. En dat zien we nu in de klasse ook. Hè. Kinderen die toch echt wel even bijgespijkerd moeten worden. En ik ben wel bang dat die achterstand natuurlijk gewoon verder op gaat lopen de komende weken. Ja. Bent u daar ook bang voor? Moet ik dat inderdaad in de gaten houden. En dat risico is natuurlijk reëel. We hebben overigens in de afgelopen maanden ook de scholen flink ondersteund. Ook financieel. Om ook al aan de achterstanden die in de eerste golf waren opgelopen. Om daar ook aan te werken. Ook met betrekking tot de laptops en de iPads en alles. Zijn er ook heel veel duizenden naar de scholen gegaan. Die zijn nu nog steeds in bezit van de scholen. Kunnen ze ook inzetten. Hebben we ook weer nieuw geld voor beschikbaar gesteld. Dus we proberen ze in alles te ondersteunen. En juist als het om die leerlingen gaat, waar we in de eerste golf, de eerste weken al zoveel zorgen over hadden, die zitten thuis, waar zijn ze? Is er nu direct ruimte om ze ook gewoon naar school te laten gaan? Ja. Gewoon tussen aanhalingstekens in deze tijd. Dus dat hebben we nu ook echt weer geprobeerd te regelen. Omdat we weten dat het voor sommige kinderen echt heel slecht is. Ja. Het is voor iedereen niet fijn, maar voor sommigen nog heel specifiek als ze thuis komen te zitten. Het is toch echt een nederlaag die we leiden vandaag met z'n allen. Ja. Maar ja, kind. Het was een zware dag, zei mijn collega. En dat kunnen we niet anders. Kan ik niet anders dan we dat hebben ook het gewoon naast. Niet gered met z'n allen. Nee, ik denk dat het gewoon voor iedereen heel zwaar is de komende tijd. En menig collega die ik heb gesproken zei, oh, ik kan niet meer. En ik denk dat heel veel mensen nu hebben. Want ik kan gewoon echt niet meer. Een soort lerarenmoeheid. We kennen de moeheid vanuit de zorg. Ik ben normaal altijd al moe voor de kerstvakantie. En dan zie je iedereen om je heen. Oké, het is nog een paar dagen die laatste week. Oké, we komen er wel door. Maar nu gaan jullie het redden? Back off. Het zal wel moeten. Ja, het wordt wel zwaar. Want we moeten natuurlijk dus nu morgen dus nog wel fysiek lesgeven. En dan woensdag dus online. Dus die switch is wel echt heel heftig. Maar kan je die in 1 dag maken? Nee. Kan je ze niet beter met kerstvakantie sturen en zeggen van... Nou, ik weet dat er dus scholen zijn die hebben gezegd, we sturen de kinderen gewoon naar huis. De leraren krijgen de komende dagen de tijd om voor te bereiden, zodat je in de kerstvakantie echt uit kan rusten toch, en daarna goed kan beginnen. Je hoeft niet de hele vakantie aan de slag om die lessen voor na de vakantie voor te bereiden. Nou ja, als je op school die ruimte krijgt, dan hoeft dat inderdaad niet. Dus, dat hebben we ook afgesproken met het onderwijs. Van, kijk, als zij natuurlijk ook de komende dagen al onderwijs op afstand kunnen geven, en het is mogelijk, dan zullen we natuurlijk niet zeggen, doe het niet. Nee. Maar in principe gebruik die dagen even goed om het goed voor te bereiden voor na de kerstvakantie. Dan kun je ook even 14 dagen rust hebben, want de mensen hebben natuurlijk knetterhard gewerkt. Ja. Okay, en dit komt er natuurlijk voor nog voor de ouders is het ook niet per se natuurlijk. Nee, voor de kinderen zelf ook kinderen, niet. Want voor de ouders, ik zie mijn leerlingen ook hard werken. En die doen echt hun best om hun achterstanden in te halen en om hun schoolexamens goed te maken. Maar ja. Maar zou je wel zeggen van kinderen zijn wel zo weerbaar dat ze deze 5 weken, die komen ze wel door. En... Nou, ik hoop het. Ik hoop het. Ik merkte, zeg maar, na de zomer kostte het heel veel moeite om de kinderen weer aan het werk te krijgen, gemotiveerd te krijgen. En nu hadden we ze eindelijk zover dat ik dacht, oké, zelfs 4 MAVO is weer aan het werk, jongens, super. Daar was ik echt heel blij mee trouwens. Ja. En dan val je nu misschien weer terug. Daar ben ik wel een beetje bang voor. 4 MAVO mag naar school.